Ik ben een oude muts. Nee, joh. Tepelcreme voor mama's. Ja? Moet er ook zijn, hè? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hoi, welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Sergio, dit is Sergio Silver. En nou, we hebben vandaag lekker een gezellig dagje met z'n tweeën. En we gaan eventjes op bezoek in een nieuwe loods van 1000cadeaus.nl en megamasterstore.nl. Want die zijn een tijdje terug verhuisd en we zijn nog steeds niet langs geweest. En we wilden graag met René erbij. Maar ja, dat gaat gewoon helaas niet. Nog niet. Komt wel. Hè? Zoals je ziet heeft Jesse er ook heel veel zin in. Spraakzaam ook. Wil je nog iets zeggen? We gaan een stukje rijden. Nou is het dus wel zo dat elke keer als ik naar 1000cadeaus.nl wil, dat er iets gebeurt. Of er is een wegversperring, of er is een ongeluk, of... En zo ook vandaag. Ik ben nog geen 5 minuten onderweg en er staat hier een hele opstopping en politie en... Ze zijn daar aan de lantaarnpaal zijn ze daar heel hoog bezig. Je ziet nu nog niet veel, maar ik zal het je zo meteen wel laten zien als we er voorbij rijden. Want ik weet zelf ook niet precies wat er aan de hand is. Zo te zien is er een auto heel hard tegen aangereden. Maar echt heel hard. De halve auto ligt er nog. Nou, we zijn er voorbij. Nou, we zijn er eindelijk. En ik moet eventjes multitasken. Kunnen wij, hè, jongens. En de camera, en Jesse, en de kinderwagen. Want Jesse die was nou een beetje aan het slapen. Dus die denkt, ik wil niet in de kinderwagen. Nou, dat doen we gewoon. Kijk eens dan, hè. Mobiele reparaties doen ze ook. Goedemiddag, daar zijn we eindelijk. Mag ik hier even de wagen kwijt? Natuurlijk, tuurlijk. Grote kleine vrienden. Dat staat goed. Hey dan. Hey man. Hoi. Jij bofkontje. Jij bofkontje. Hé? Krijg je meteen een cadeautje? Oh. Ja, leuke winkel, jongens. Hier hou ik van. Gewoon. Van alles wat. Je kan hier zelf. Ze hebben hier zo'n lijn en dan kun je zelf crèmes maken en tandpasta en dat soort gekkigheid. Dan kun je dus zelf met ingrediënten zeg maar van kruiden en bepaalde oliën en anti-haaruitval, anti-luizen, anti-tandplak. Tepelcreme voor mama's. Ja? Moet er ook zijn, hè, jongens? Hey. En koffie van Gordon. En Thai knuffelbeertjes. En olijfolie. Ja, jongens, ze hebben het allemaal. En dan doen ze dus ook telefoonreparaties. Kunnen wij wel gebruiken, hè, schat? De naam zegt het natuurlijk al. 1000 cadeautjes. Ze hebben autootjes, een hartje. Waar je een eitje in kan bakken, krijg je een hartjesvorm, nagellakje, telefoonhoesje, screensavers, de deurstopper. Ja, jij mag niet ontbreken natuurlijk. Koffie van Gordon. Nou Gordon, hoi. Scheetkussens, spelletjes. Super lekkere shower gel. De magnesiumproducten waar ik het vorige keer nog over had. Lekker in het voetenbadje. Zo, we zijn weer lekker thuis. Ik zet hem wel even pauze. Terwijl het die kleine voor de tv Italiaanse les krijgt van Amnam. Dus we moeten even kijken op YouTube. Superleuk. Vind ik het weer tijd om een kleine kookvlog. Ik ga lekker hamburger maken met kaas, havermout, noten. En een klein beetje biologische lijnzaad.
Nou ja, ik zet gewoon de camera op een statiefje en kijk eens ermee. Niet onbelangrijk. Ik weet niet waar, die is niet zien. Hey gek! I. Nou Poppy, ik ben bij Nee. Jesse. Je weet dat het drinkersbak is van Noah Hetty. Oké, ja, aangezien we niet heel veel tijd hebben, want we moeten 20 paar ogen hebben, heb ik een cadeautje voor je. Scoopers. Dat is wel handig. Die hebben we al, hè? Ja. Gebruik van. Oeh. Ik hoop dat het een goede kleur is. Maar ik dacht een beetje roze en een beetje glitter en een beetje groen, denk ik. Ja, wat cool. Thank you. Alsjeblieft, Poepie. Dames en heren, het eindresultaat. Gehaktbal, quattro formaggi. Met pompoen, paprika en broccoli lekker uit de oven. En een beetje parmezaanse kaas. En een lekker zuurtje. Lekker Poppy, ziet er goed uit. En jij nu ook, want je was nog niet scherp. Ik zeg smakelijk eten. Pizza. Weet je waar we zijn? Dat is even geleden, Jess. Even kijken. Ja, we zijn er. Koffiekarretje. Ja. Dag mevrouw Touw. Nee. Dat is gaaf. Daar zijn we. Nee jongen. Lielijk. Ja, je kent me toch nog wel. Vast wel, tuurlijk. Hé, hey, even aan je dikke benen zitten. Jongen, jongen. Ja, hij is... Het is gegroeid, hè? Gegroeid? Jeetje, Mina. Hoe lang is het geleden? Ja, het is toch een paar weken, hè? Want hij is dus er niet mee geweest. Nee. Hè? Is toch zo? Hoe is het met u? Het gaat. Ja, je moet wel. Ik moet... Maar ja... Zit hij los? Ik weet het niet. Nou, dit is de rolstoel die we altijd mee nemen. Ja. Ja, ik heb vandaag de camera meegenomen. Ik hoop dat u het niet te erg vindt. Nou, ik zie er niet florissant uit. U ziet er prachtig uit, mevrouw Touw. Gaat u zitten? Nou, ik maak geen klein stoeltje voor hem, hè. Dat hij erachter kan zitten. Oh ja, dat was wel handig geweest. Een klein fietsstoeltje. Hij staat op de rem. Ja, ik zie het. Zeg mevrouw Touw, vertel eens wat over uzelf. Nou, ik heb ben een oude muts. Nee joh. Kijk. Ik kan met één hand om de camera filmen. Ja, dat is wel leuk. Niet zo hard, want ik zie niks. Ik zie geen reet. Ik zeg het even op mijn manier hoor. Moet ik hem recht houden? Want ik ben dat niet gewend. Ik zal hem recht houden, ja. Gewoon goed, ja. Zonder meer. Kijk, ik zie geen grote appelflappen. Ook weer niet.
En ik begrijp het niet, hè, want de vlag gaat er het eerste uit. Keer. Ja. In die andere. Oh, zo zie ik het, ja. Nou zie ik het pas. Ja, een beetje vlog in de Albert Heijn. Kan ik ook. Oh. Je wilt niet naar buiten kijken, denk ik. Goedendag. Lekker zitten. Zetten? Ja. Blijven staan, hè? Ja, blijven staan. Het is altijd even. Oh ja. Kussen er nog even bij leggen. Ja. Van het weer, hè? Ja, het is stress. Oh. Het is echt slecht. Maar we zijn er eigenlijk toch nog tussenuit. We zijn tussen de regendruppels doorgelopen. Gelukkig wel, ja. Nee, we zijn niet echt bruiknat of wat dan ook. Goed inzien. Ja, ja. Kijk hem slapen. Nee, hij slaapt nog steeds. Vind jij niet? Sorry? Wij zijn, kunnen wel tegen een druppie regen. Zeker. Nou ja, en wij helemaal, alleen ik maak het me iets meer zorgen voor Jesse, dat is niet fijn ja, natuurlijk. Ja, ik ook, ja. Nee, wij trotseren een beetje regenmel, geen probleem. Nou, ik vond het weer gezellig. Ik ook. Hey. Ik heb die kleine weer gezien. Hey. Jij wil eten, hè? Ja. Maar hij gaat toch op zijn moeder lijken. Wel meer op zijn op René, hè? Ja, maar ze veranderen helemaal in het begin. Nou, mevrouw Tang. Hartstikke bedankt. Ik ben blij dat je gekomen bent. Ja, ik ook. Geen probleem. Ja. Even bellen voor volgende week. Ja, oké. Lekker eten. Ja, even bijkomen. En als er iets is, wederom, zoals altijd, gewoon even bellen. Maar u doet het nooit? Nee, ik ben... Hier zeggen ze dat ook, hè. Nee, maar als er qua ongemak om iets verlegen zit, dan moet u gewoon, bellen. En dan kan jij tussendoor halen en dan kun je later weer brengen. Dat is niet zo erg. Dat is geen probleem. Dat is ook geen probleem. Yes? Yes. Oké. Okay. Bedankt. Tot balance. Tot rustig aan. Oké. Okay. Doeg. Doei. Een knuffel. Ja, we hebben nog een klein kusje. Hè? Ik wil niet knuffel. Naar Jesse. Naar Jesse. Hé, kijk jij? Tot volgende week. Ja, doen we natuurlijk. Ah, doei! Doei! Dat is wel. Het is tegen de kleine. Ja. Ja. Smakelijk alvast. Ja. Doeg! Zo, nou, zit er weer op. Altijd blij natuurlijk. Even eruit geweest. Nou, gaan we lekker eten. Ja, gaan we eten maken. Een jokkie hier gaan we maken vanavond. We gaan snel naar huis. Zo, we zijn weer lekker thuis. Jesse die zit in de stoel knabbel en babbel te kijken. Of ja, eigenlijk... Ja, knabbel en babbel, maar dat heet dan Rescue Rangers. Rescue Rangers, pak ze dan. Wat een helder, Kerstman. Nou wilde ik dus gnocchi gaan maken. En dat is niet gelukt. Maar heb ik wel eens gnocchi gemaakt, dat is op zich geen probleem. Alleen nu wilde ik het met bloemkool maken en dan is het een hele andere verhouding. Maar dan kom je dus niet echt op gnocchi's uit. Pardon. Wat kwam ik tegen? Een Russisch, Oekraïens, Oostenrijks dingetje. Knoedels. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar het is een soort van gnocchi, maar dan anders. Dit is het deeg. Het is gewoon een beetje breiig. Aardappel, bloemkool zit erin, ei en een beetje bloem. En dit is wat het wordt. Je kookt ze totdat ze gaan drijven, dan haal je ze eruit. En dan als ze klaar zijn, dan kun je ze dus
bakken. Nou, dat ga ik zo meteen laten zien. Ik ga eerst eventjes... ik heb veel meer deeg dan ik eigenlijk had gewenst. Maar ja, dat kwam dus omdat ik die gnocchi probeerde te maken en het volume werd steeds meer. En uiteindelijk is dit het geworden. We gaan het niet weggooien. We gaan allemaal koken, allemaal knoedels van koken. En dan... ja, je kan er van alles mee doen. Je kan ze bakken, frituren in de oven. Ik weet niet, ik heb mijn keuze nog niet gemaakt. Ik ga ze eerst even allemaal koken. En dan zien we verder wel wat we ermee gaan doen. Ik heb in ieder geval een lekker sausje gemaakt van pompoen. Pompoen, lenteuitje, een beetje rozemarijn en tuin. En een lekkere Italiaanse passata di pomodoro. Lekker hè? Ik heb weer een lekker fruitje gemaakt. Sinaasappel, banaan, kiwi en appel. En hij vindt het weer heerlijk. Het is een leuke dag. Want... Wat Ellen en Vinto met Charlie. Het is de eerste keer dat Charlie meekomt inderdaad. En dat vinden wij heel erg leuk. Ja, zo'n vriendinnetje hè. Ja. Even kijken wat we gaan doen. In ieder geval nog lunchen, dus het zal vast gewoon ergens een lekkere lunch gaan worden. En een wandelingetje waarschijnlijk door Marestein, onze achtertuin. En ja, dan zien we zelf hoe de dag loopt, hè? Ja, hoe is het? De week is weer voorbij. Ja. Het is weer zondag. We liggen lekker op de bank geploft. We hebben net gegeten. Vince en Ellen zijn geweest vandaag. Ja, gezellig. Wat een lief dotje. Wat een dotje petotje. Charlie was echt weer een schatje vandaag. Ja. Fijn dat het gewoon beter gaat. Fijn dat ze gewoon het lekker beter drinkt. Lekker in de vel zit inderdaad. Ja. En dat ook gewoon wat rust brengt in het nieuwe gezinnetje. In het gezinnetje. Ja, absoluut. Ja, toch? Ja. Ik lig lekker Formule 1 te kijken. En René is dance aan het kijken in de finale. Terug aan het kijken, want ja, het was of The Masked Singer of Dance. Ja. Dus ja. Ik heb lekkere Dance. Zijn we terug aan het kijken. Ja, precies. Ik kijk half mee met een half oog en een half oog. Ja. En lekker ontspannen. Ja. Nou ja, jullie hebben dus kunnen zien dat ik gezellig met mevrouw Touw ben gaan wandelen. En mevrouw Touw was ontzettend blij dat ik er weer was. Mevrouw Touw. Ja. Ik weet niet of ik dat al verteld heb, maar mevrouw Touw is de weduwe van Fred Hagé. Als je niet weet wie Fred Hagé is, moet je dan maar even terugkijken. Want het was namelijk een jaartje of 30 geleden een hele leuke verschijning op tv, bij VPRO, meen ik. En in theater. Dus Hagé, hoe schrijf je dat? Is Hagé eten? Ja, H-A-C-H-E-E. Oh. Fred Hagé. En hij heette dus Harry Touw. En hij was een cabaretier. En die deed best wel leuke dingetjes. Dus, ja, grappig, hè? Google hem maar. Ja, het is echt wel heel grappig. Ik kwam daar zo in een gesprekje, kwam het er daar ineens op. Ja, dat is echt wel heel, heel toevallig. Daarom vond ik het ook leuk om de camera even mee te nemen vandaag. En ze vond het zelf ook hartstikke leuk. Dus yeah. Dat is ook ja, leuk dat je even een kijkje hebben kunnen. Dat ik jullie een kijkje heb kunnen geven van hoe mijn dagje eruit ziet als ik ga wandelen met mevrouw Touw. Ja, hoeft het verhaal niet langer te maken dan nodig. Nee, we gaan lekker chillen. Chillen billen. En dan zien we jou weer gezellig bij de volgende vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Dus duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aanzetten. En dan zien we jou bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao. I just wanna see where your love can take.